Nou, misschien net de allerbeste imitatie, maar in Meerkes is de heks wel altijd een smoeselig oud wiefke die het op een bezem omvleent en smarige drankjes brouwt. Dit stereotype heksenbeeld hebben we te danken aan keuzner Pieter Bruegel, die het in de 16e eeuw van een heks een Meerkesfiguur maken had. Heksen waren in die tijd zoen als vrouwen die de duivel ontbeden. Als een vrouw doel net koelde, klokte of bang wie, dan wie ze in de eigen van orenmeesken een echte heks. Maar om dat zeker te weten, treunen ze de heks in het wetter. En bleu de vrouw druwen, dan mag dat wel een heks wezen. In dat geval wie er maar één oplossing. De heks libbend verbanen op een bronstapel. Heksen had dus bestien. En sterker nog, ze bestien nog steeds. Het binnen ze wel mannen als vrouwen, mooi verskaten achtergroen en leeftijden. Ze leuwen in de kracht van de natuur en binnen dwanen mooi magische spreuken en rituelen bij volle mannen. Daarbij is er ek ruimte om de godin van de natuur, de eerde en de mannen en de god van de deer en de wedergeboorte te ontbidden. Deze religie wordt ek wel Wicca neemt. Sa, geen duivel of zwarte magie, dus niks om bang voor te wezen.